We beginnen dit boekenpraatje met mijn analyse van de roman van Heleen van Rooyen, De Gelukkige Huisvrouw. De schematische weergave van gebeurtenissen in chronologische volgorde en logisch geordend, ofwel de fabel, bestaat uit een handjevol feiten, geleend uit het leven van de schrijfster zelf. De protagoniste, ofwel hoofdpersoon uit dit boek, Lea Meijer, verliest tijdens haar puberteit haar vader doordat deze zelfmoord pleegt. Hij verdrinkt in de Sloterplas in Amsterdam. Lea wil niet naar de begrafenis en rouwen over de dood van haar vader is al helemaal flauwekul, want het was tenslotte een grote klootzak. Net goed dat hij dood was, opgeranst het netjes. Ze refereert hiermee aan het huwelijk van haar ouders, dat slecht was. De optelsom van twee ongelukkige mensen met twee kinderen. Als Lea zelf zwanger raakt, heeft dit niets te maken met haar kinderwens. Niets met de tikkende biologische klok, want Lea wil helemaal geen kinderen. Haar partner Harry, in het verhaal de antagonist, is het die Lea overhaalt om kinderen te nemen. De zwangerschap verloopt normaal, maar de bevalling is een drama dat lijkt op een rondleiding door het abattoir. Niet echt onverwacht volgt na de tangverlossing en de totaalruptuur de postpartumpsychose. Een psychose die kan optreden na een zware en stressvolle bevalling. Lea belandt in de isoleercel van een psychiatrisch ziekenhuis en gaat na haar ontslag in therapie. Uit de therapie blijkt dat ze haar vaders dood nooit heeft verwerkt. De psychiater richt zich op de rouwverwerking van Lea, wat resulteert in het doormaken van verschillende fasen van rouw. Dit is een heel gevaarlijke periode die Lea zelf angstig dicht bij de verdrinkingsdood brengt. Heleen van Rooyen redt haar protagonist door Lea een flinke ontnuchtering te geven in het koude water van de Sloterplas dat bovendien verschrikkelijk meurt. Lea gooit haar bruidsjurk over de rechter schouder en wandelt de plas uit, terug naar haar man en zoontje. In het laatste hoofdstuk van deze roman zien we dat het allemaal goed is gekomen. Lea gedraagt zich net zoals alle andere moeders van Nederland, zorgzaam en liefdevol. Voeg ik eraan toe dat Lea haar rouwverwerking definitief afsloot door er een boek over te schrijven. En zo valt Lea Meijer samen met de schrijfster Heleen van Rooyen. Dit verhaal is in de roman opgeknipt in diverse hoofdstukken die niet chronologisch zijn. Dat noem je sujet. Het eerste hoofdstuk begint in medias res, dat wil zeggen halverwege de gebeurtenissen. En daarop volgt een aantal flashbacks en flashforwards. Onder andere de ontmoeting met Danny Blind, waarbij Lea's kind Harry Junior ook aanwezig is. Na een vlot begin raakt het verhaal in de verstarring van de traumatische bevalling en wel 50 bladzijden lang. Het psychotische gedrag dat hierop volgt is weinig indrukwekkend beschreven en zelfs erg saai te noemen, en dat naar mijn smaak. Lea hoort stemmen die ze gehoorzaamt. De schrijfster noteerde de bevelen van de stemmen en het gedrag van Lea dat hiervan het gevolg is. Zoals ik al eerder zei, Harry is de antagonist. Door het gedrag van Harry, die de nuchtere werkelijkheid symboliseert, zien we dat Lea ontspoort, wegraakt van wat wij normaal noemen. De moeder van Lea heeft een bijrol in het verhaal, maar ook zij symboliseert de normale wereld. Zij is degene die de baby beschermt tegen de krankzinnige moeder, ook al is dat dan haar eigen dochter. De romanpersonages zijn naar mijn idee allemaal flat characters, inclusief Lea Meijer. Lea maakt wel een ontwikkeling door, maar die is niet wezenlijk anders dan die van personages in een romannetje van de boeketreeks. In de literatuur ligt dus niet de waarde van dit boek. Kijken we naar de achtergrond van de schrijfster, dan zien we dat ze de school voor journalistiek heeft gevolgd en daarna gewerkt heeft als journalist voordat ze in 2000 debuteerde met deze roman. Dat is naar mijn idee een veel interessantere invalshoek. Van Rooyen is een maatschappelijk bewogen schrijfster die deze roman heeft gebruikt om een aantal misstanden en leugens
over bevallen en moederschap voor het voetlicht te brengen. De Hollandse bevallingspraktijken worden in het buitenland niet voor niets met argusogen bekeken. Het gaat er hier in Nederland hard aan toe. Geen ruggenprik, geen keizersnee, maar wel tangverlossing en grote kans op totaalruptuur. Hier zie je Van Rooyen op haar best. De feiten liggen er en de schrijfster kan daar heel goed mee overweg.